Ik verbaas me er al lange tijd over dat mensen zoveel onzin geloven. Er zijn mensen die denken dat de aarde plat is, of dat de maanlanding een studioopname in Hollywood was. Anderen denken dat suikerpilletjes je kunnen genezen van een ziekte, of dat zogenaamde helderzienden contact met overledenen kunnen hebben. En dan is er nogal het nepnieuws dat volop gedeeld wordt op Facebook en YouTube. Hoe kan dat? 3 jaar geleden besloot ik een boek te schrijven over dit onderwerp. Ik wilde er geen fact-checkboek van maken, maar uitzoeken waarom mensen onzin geloven en de gangbare journalistiek en wetenschap wantrouwen. Nou, deze plank boeken is maar een deel van wat ik voor dit boek heb gelezen. Daarnaast heb ik veel informatie uit serieuze kranten gehaald en bracht ik mijn eigen kennis mee. Want voor ik kinder- en jeugdboekenschrijver werd, was ik namelijk onder meer biochemisch ingenieur en freelance journalist bij de regionale krant. In totaal zit er 9 maanden werk in dit boek. Het was een hele worsteling om alle informatie goed geordend en op een begrijpelijke manier te brengen. Natuurlijk heb ik er geen wetenschappelijk werkstuk van gemaakt. Ik hoop vooral dat het aanzet tot nadenken en een beetje alert zijn. Slik niet zomaar alles voor zoete koek, al zit dat wel een beetje in de aard van mensen. Ze laten zich graag voor de gek houden. Ook over mindfuck en bijgeloof kun je in dit boek lezen. Maar natuurlijk heb ik het ook over nepnieuws. Want hoe vaak een bericht gedeeld wordt, of hoe hoog het ook scoort op YouTube, dat zegt helemaal niks over de betrouwbaarheid. Vaak wordt een oud bericht na jaren opnieuw gedeeld, of wordt het uit zijn context gehaald. En ook worden de sites ontwikkeld met breaking news puur voor de advertentieinkomsten of de eigen webwinkel. Nou, hopelijk helpt dit boekje ook wat mediawijzer te worden. Kritisch zijn is goed, maar trek niet alles in twijfel. Feiten bestaan. Als ik een kopje loslaat, dan valt het naar beneden. Waarom dat zo is, dat is soms lastiger uit te leggen. Je kunt niet alles zelf weten. Dat je van DNA gehoord hebt, dat wil nog niet zeggen dat je er verstand van hebt. Gelukkig hebben wetenschappers en journalisten vaste methoden, waardoor valse berichten en fraude altijd achterhaald worden. Je kunt wetenschappelijke informatie daarom met een gerust hart vertrouwen. Toen ik klaar was met schrijven, was het boek nog lang niet af. Ik heb kritische lezers om commentaar gevraagd en op de uitgeverij is Julijn Zwager er op de redactie mee aan de slag gegaan. Zij heeft er al mijn foutjes uitgehaald. Op één na. Die misser haal ik er bij de tweede druk meteen uit. Nee, ik zeg niet welk foutje dat was. Illustrator en vormgever Wendy Panders heeft ervoor gezorgd dat het boek er zo gaaf uitziet. Op elke bladzijde staan toepasselijke en erg grappige tekeningen. Nou, niemand had er zoiets geweldigs van kunnen maken als zij. Eindelijk kan het boek gedrukt worden. Spannend! Eerst worden de grote vellen gedrukt met een heel aantal bladzijden. Die worden machinaal gevouwen en bijgesneden tot katernen. Kijk maar, dit is zo'n katern. Daarna worden de katernen samengebonden tot een boek en wordt de kaft eromheen gelijmd. Op naar CB. CB heette vroeger Centraal Boekhuis. In het enorme magazijn liggen alle boeken van Nederland en Vlaanderen opgeslagen. En van hieruit gaan ze naar de boekhandel en de bibliotheek. Wat ben ik er trots op dat mijn boek in de boekwinkel ligt. Er is zelfs een hele etalage aangeweid nu het net uit is. En dan volgt nu de publiciteit en komen de recensies in kranten en op websites. Spannend! Ook was ik bij Omroep Brabant. Dat valt je dan niet op, maar omdat iets wat dan juist ja, heel mooi matcht met elkaar, dat valt je op en dat onthoud je. Maar het is toeval. En dan wordt het nu tijd dat jij Fake gaat lezen. Mail je me wat je ervan vindt?